daar is ons vraagteken en daar zijn de eerste neuzen. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 3. 3 voor de hond. De ogen. Nummer 3. 3. En nummer 2. 2 voor het haar. Dank je. Eens kijken of jij onze minister goed bestudeerd hebt, Jan. Het haar, dat zit goed zo te zien. De ogen ook. De neus ook goed. En de mond. Ja, misschien dat er in Engeland ook wel sneeuw ligt wanneer jij er naartoe gaat. Want je hebt dus ook die minitrip van de Belgische Britse spoorwegen en met de jetfoil en 3500 frank van de krediet aan de nijverheid. Dian, okay. We hopen dat je tevreden bent. Ja, ja. Heel erg. En we horen misschien nog wel van je. Oké, okay. Ik zal kaartjes sturen. Dat is goed. Okay, Jan, bedankt. Tot ziens. Dag. De kijkers thuis weten dat Quidam er voor u allemaal is. Dat wil zeggen dat u ook maar zoveel mogelijk kaartjes en foto's moet insturen naar ons adres BRT Rijerslaan 52040 Brussel. Vermeld u ook Quidam en misschien zelfs tot morgen. Dag. Op TV1, dames en heren, is het intussen tijd voor Hoger Lager. Bij ons kijkt u naar Stranger Than Paradise, een Amerikaanse zwart-wit film uit 1984 van Jim Jarmusch, een jonge cineast. Het is een film die ons een ander beeld geeft van Amerika, via het verhaal van Willie en Eddie, twee marginalen. Ze leven aan de zelfkant van de New Yorkse maatschappij. Ze zoeken Eva op in Cleveland. Daar leeft het meisje allesbehalve in een paradijs.